Het Sterrenburgpark is toe aan een flinke make-over. Dat vindt een groep buurtbewoners die onder de naam De Tuin van Sterrenburg een plan heeft ingediend bij de gemeente. Het park moet weer een gezellige plek worden, waar jong en oud samenkomen. Met speelplekken, picknickbankjes en een soort buurthuis waar je ook iets kunt eten en gebruik kunt maken van een toilet. Maar daarvoor is wel geld nodig. 120.000 euro in totaal. En 40% daarvan is gevraagd aan de gemeente. Die is enthousiast. Ja, het is gewoon een heel mooi initiatief. Als je kijkt wat er de laatste tijd in het Sterrenburgpark is gebeurd, zwemvijver, speeltoestellen en e-wheels die daar zitten, is dit gewoon een uitbreiding met een theetuintje wat gewoon hartstikke mooi is voor de omgeving en voor jong en oud bij elkaar te brengen. Het overige geld willen de initiatiefnemers zelf ophalen door Dordtenaren hun project voor 5 euro te laten sponsoren. Nou, we hebben 8 buurtassistenten, dat zijn vrijwilligers. Met een vrijwilligersvergoeding die langs de deuren gaan en aanbellen nadat de bewoners van een bepaalde buurt een brief hebben gehad en aan hen gevraagd worden van: wilt u lid worden van de buurtcoöperatie? Daarmee krijgt u ook de gelegenheid om een technisch dingetje in huis te doen, om wat zorgvragen aan ons te stellen, eventueel de tuin te laten doen. Dus er komt ook wel wat bij het lidmaatschap tegenover te staan voor de bewoners zelf. In de politieke vergadering werd dinsdagavond wel gediscussieerd over de risico's die aan het project verbonden zijn. Ja, wij vinden het ook een mooi plan en een mooi initiatief. Mooi de mensen ook het initiatief nemen om iets te regelen. Niet alleen voor een stukje, maar vooral ook voor de hele wijk. Een sociaal aspect erbij. Het is niet alleen een fysieke operatie, maar ook vooral een sociale operatie. Dus dat vinden we heel mooi. Tegelijkertijd zijn ze wel afhankelijk van een deel van mensen die zich aanmelden als lid. En daar is jaarlijks een paar euro voor gaan betalen. Ik vind dat we niet alleen voor onze eigen rol als gemeente, maar vooral ook voor de initiatiefnemers, dat we kritisch moeten zijn op welke risico's nemen wij, maar laten we de initiatiefnemers ook nemen. Dus daar gingen onze vragen ook vooral over. Dat we niet dadelijk in een discussie zitten die we op sommige andere domeinen hebben, waar we met z'n allen ergens ingestapt zijn en het achteraf blijken kosten tegen te vallen, omzet te vallen tegen en dat we met z'n allen toch ergens steeds geld bij moeten leggen. En dat is voor ons niet fijn, maar ook vooral voor de initiatiefnemers die met een mooi initiatief komen. Het is belangrijk om ze daar ook duidelijkheid over te hebben op voorhand. Maar een meerderheid van de raad lijkt het voorstel te steunen en in te stemmen met het benodigde bedrag.